Samantha Gatraj, deken van de Orde van Advocaten, vindt het hoog tijd dat de lockdownmaatregelen worden versoepeld. Zoals de meeste beroepsgroepen ondervinden ook advocaten de minder gunstige gevolgen van de maatregelen. Cliënten kunnen moeilijk aan hun financiële verplichtingen voldoen, omdat hun inkomen deels of helemaal is komen weg te vallen, geeft Gatraj als voorbeeld. Mensen kunnen niet meer betalen. Want ze hebben het inkomen niet. Hun inkomen is gewoon komen weg te vallen. Maar ze hebben nog steeds een probleem dat opgelost moet worden. Dus dan gaan er betalingsregelingen komen. Wij zijn de enige beroepsgroep die onze tarifering niet hebben opgeschroefd. Vanaf, jeetje, ik denk al langer dan 6, 7 jaar hebben wij onze tarifering. We zijn eigenlijk, doen we voor een heel groot deel sociaal werk. Maar omdat je weet dat de mensen een probleem hebben, je wilt ze helpen. Maar jij zelf moet ook overleven. Gatraj maakt duidelijk dat ze in principe niet tegen de maatregelen is. Ze vindt echter dat de gemeenschap nu voldoende weet wat ze moet doen om zichzelf te beschermen tegen het virus. De regering zou dus een middenweg moeten vinden. Elke besmetting is er één te veel, elk overlijden is er één te veel. Maar we hebben het heel goed gedaan. We doen het nog steeds heel goed. We zijn een voorbeeldland voor de rest van de wereld. Maar onze economie gaat kapot nu. En we hebben genoeg knowledge, we hebben genoeg know-how. We zijn als volk, als totaal volk, goed genoeg geïnformeerd nu om onze eigen verantwoordelijkheid te nemen. Dus op dit moment moet de regering de verantwoordelijkheid, ze hebben heel goed gezorgd voor ons, complimenten daarvoor, maar de verantwoordelijkheid moeten ze nou teruggeven aan het volk, zodat het volk zelf voor zichzelf kan gaan zorgen met de nodige tools. En uiteraard zullen er de basis, de essentiële maatregelen moeten in stand gehouden worden. Tot zover Samantha Gatraj, deken van de Orde van Advocaten. De regering belegt morgen weer een COVID-persconferentie. Dan zal duidelijk worden of de maatregelen gehandhaafd of versoepeld zullen worden.